In steeds meer gemeentes hebben ze een manier gevonden die direct helpt om het woongenot van de inwoners te vergroten. En dat is de Ken uw dorpsquiz. Ik las in de krant een artikel over een jaarlijks terugkerend evenement in Weidemeren. Een hele happening daar, want daar deden al meer dan 5.500 mensen mee uit Kortehoef en Schravenland. En toen zag ik de aankondiging van de eerste Huizen dorpsquiz hier in de bibliotheek. En ik dacht meteen, daar moet ik bij zijn. En het was natuurlijk hartstikke leuk om allerlei feitjes, wetenswaardigheden en een stukje geschiedenis te leren over mijn eigen dorp. Maar wat ik veel leuker vond, was dat ik alleen maar handjes aan het schudden was, mensen gedag aan het zeggen was en bij aan het kletsen was met mensen die ik al een tijdje niet gesproken had. En daarmee was de dorpsquiz niet alleen een hele leerzame ervaring, maar vooral ook berengezellig. Ik sprak hierover met Johan Verheij, de presentator van deze quiz en hier in Huizen ook bekend als de maker van de theaterroute. Dit soort dingen brengen verbinding, want je gaat met elkaar in gesprek. Je gaat dingen vragen, je gaat met andere mensen praten. En dat is natuurlijk uiteindelijk waar het over gaat. Die vragen zijn leuk, de prijs is leuk, maar het gaat erom dat je met elkaar in gesprek raakt. Ja, nou ja, dat vond ik eigenlijk ook heel erg leuk van dit. Ja, en dat is eigenlijk ook een manier om aan je woongeluk te werken. Hè? Dus, nou, ik denk dat dit een buitengewoon goede vorm is, want je leert niet alleen je dorp kennen, maar je leert ook mensen kennen. Het zijn allemaal nieuwe mensen die je met elkaar kennis maken. Allemaal mensen uit Huizen. Ja. Die. En sommigen kennen elkaar niet en die staan nu lekker met elkaar te praten. Dus je leert over je gemeenschap, maar je leert ook over je mededorpsgenoten. Ja, leuk. Ja, leuk. Dankjewel Johan. Helemaal goed. Nee. Dus door je woonplek en woonomgeving te leren kennen, krijgt het meer betekenis. En zo ga je er vanzelf ook meer thuis voelen. En omdat je dat ook doet samen met enthousiaste dorpsgenoten, verbindt zo'n quizje ook met elkaar. En dat is natuurlijk goed voor je sociale netwerk. En zo is de combinatie van spelelement, lokale kennis en dorpsgenoten een leerzame en leuke manier gebleken om te sleutelen aan mijn eigen woongeluk. Wil je mijn zoektocht blijven volgen? Abonneer dan op dit kanaal. En heb jij nog tips over hoe jij je woongeluk vergroot hebt? Schroom dan niet om mij een berichtje te sturen of laat iets achter in de comments. En dan zie ik jullie bij de volgende video.